Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Ik Doe Maar Wat Craft, de serie waar ik maar wat doe in Minecraft. Het is momenteel halverwege de maand november, de Goedheiligman staat alweer bijna voor de deur. Dus leek het me leuk om een soort speciale Sinterklaas special te doen. Ik had al een aantal leuke ideeën, zoals een gigantische pakjesboot of een of andere Zwarte Piet robot die oneindig veel pepernoten gooit. Probleem was alleen, de meeste van die ideeën waren het net niet helemaal uitgedacht. Als ik ze ga bouwen op camera, wordt het één grote teringzooi. Net zoals de meeste dingen. Ik denk, ja, ik kan ook iets doen met kerst, maar kerst is wel heel ver weg. Er zijn mensen die nu al een kerstboom in huis hebben. Ik vind dat zelf erg respectloos tegenover de Goedheiligman. Sinterklaas is een topgozer, brengt kinderen cadeautjes, precies. Dus ik denk, nou, dat kan ik ook niet doen. Maar toen dacht ik opeens, hé, wat hebben Sinterklaas en kerst met elkaar gemeen, als je een klein beetje geluk hebt? En dat is sneeuw. Ja, met global warming weet ik niet of we over 30 jaar nog steeds sneeuw gaan hebben. Dus laten we ervan genieten, nu we het nog hebben. Ik had het idee van ik bouw een soort gigantische ijsberg. Waar je dan met rails als een soort snowboard vanaf kan. Of skiën, whatever je wil. Die versier ik dan met kerstbomen en dat soort troep. Dus ik was dan bouwen met de camera aan. Ik denk, ja, dit is eigenlijk gewoon één grote bak prut. Moeten we een andere keer even naar kijken. Ik wil gewoon heel graag een Sinterklaas special. Dus ik heb een idee, we gaan iets bouwen in het thema van Sinterklaas. Momenteel, ook dit jaar weer, is de Zwarte Pieter discussie weer volop gaande. En voor mijn gevoel was de discussie af. Er was ook een nieuws site die zei, de Zwarte Pieter discussie is klaar. Zwarte Piet is vanaf nu een witte man met een paar roetvegen op zijn gezicht, want hij komt binnen via de schoorsteen. De meeste mensen hebben vandaag de dag niet eens een schoorsteen, dus veel succes met binnenkomen. Maar ik dacht, oké, prima, weet je, ik heb niet echt een kant in de Zwarte Pieten discussie. Oh, is hij zwart of is hij wit? Ik vind het helemaal prima, zolang hij maar geen stroopwafelpiet of regenboogpiet is. En zelfs dan, als die kindjes het maar leuk vinden. Maar het leek me leuk om in deze aflevering van Ik Doe Maar Wat Craft als ode aan de racistische oud-Nederlandse Piet één keertje nog de klassieke Zwarte Piet te vereeuwigen in mijn Minecraft-wereld. Bedenk je eventjes, over een heleboel jaar zijn jij en ik misschien opa en oma. Misschien ben je ook een opa, misschien ben je ook een oma, I don't know. En dan we dan tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen, ja, in mijn tijd was Zwarte Piet nog helemaal zwart. Kijk maar naar de Minecraft-wereld van Rick. Dus we gaan hem vandaag even bouwen. Het enige probleem is dat ik heel slecht ben in bouwen. Als ik een foto zie van Pikachu en ik bouw hem in Minecraft, is Pikachu in één keer heel obese en heeft hij allemaal bulten. Dat is niet de bedoeling. Dus ik denk, hoe ga ik Zwarte Piet bouwen? Nou, ik heb een foto gevonden op Google van een soort naai/brei/whatever patroon van een Zwarte Pietenhoofd, opgedeeld in allemaal vierkantjes. Hé, daar kan ik wat mee. Minecraft is ook vierkantjes. Het plaatje is 19 bij 19, dus heb ik hier bordjes gezet tot en met 19 op onze X-as. En hebben we hier in de hoogte nog een keer tot en met 19 op onze Y-as. Dan kan ik heel makkelijk bij het plaatje kijken van, oh, op rij 5 in de breedte en rij 5 in de hoogte, oh, daar moet een zwart blokje. Dan kan ik niet per ongeluk een bouwfoutje maken en het hele ding verpesten. Dus dat gaan we deze aflevering even doen. Eerst wat ik moet doen is 5 en 6 moet een klein beetje geel. Ik ben benieuwd of je meteen al kan zien wat ik hier aan het bouwen ben, hoe duidelijk dit gaat worden. Dat moet namelijk zo en dan hier nog eentje hoger. Ja, dit gaat helemaal goed. En wat ik hier namelijk aan het bouwen ben, is de oorbel. Maar natuurlijk, de oorbel van onze mooie Zwarte Piet. Het idee is dus dat de Zwarte Pieten, waarom mensen telkens zeggen Zwarte Piet is racistisch. Zwarte Piet zelf is niet racistisch. Hij loopt niet over straat met, ja, alle bruine mensen moeten het land uit. Dat soort dingen zegt Zwarte Piet niet. Het is meer, stel je voor, je bent een buitenlander, hè. Je komt even niet uit Nederland. Je bent een Belg, weet ik veel, een man uit Afrika. Je komt lekker op vakantie naar Nederland. Afrika is nog steeds geen land, trouwens. Je komt naar Nederland, je ziet in één keer een witte man op een paard met een heleboel bruine mensen ernaast die, ja, een duidelijke karikatuur zijn aan de slaven van de slavernij. Dan denk je wel, huh, what the fuck is dit? Oké. Wat we hier gaan bouwen is, als het goed is, de mond van de Piet. Ik hou het een beetje op als het goed is. Het zou me niks verbazen als ik het hele kunstwerk zometeen alsnog beter verpeste. Laat ik in ieder geval stoppen met praten over hoe Zwarte Piet racistisch is en heel Nederland kapot moet en zo. Ik heb leukere dingen om over te praten. Ik heb namelijk zeer goed nieuws. Een paar dagen geleden heb ik natuurlijk de Frikandellenfly gereviewd op YouTube van de Aldi. En de Aldi heeft nu echt door van, ja,
Als je gewoon mensen heel smerig eten geeft, dan zijn ze dol op. Hè? Ze zijn dol op smerig eten. Ze denken, hé, dit is smerig, dit moet ik proberen. De frikandelle fly was op zondag overal uitverkocht. Dus ze denken, hé, we moeten gewoon vaker raar eten gaan verkopen. En ik geef ze ook zeer zeker geen ongelijk. Dus dit weekend al verkopen ze bij de Aldi een kruidnotenfly. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee, maar dan met kruidnoten. Dus even te kijken hoe we nu de rest van de mond moeten doen. Dit moet vol met zwarte blokjes, ja. En dan moet dit, ja, ook best wel logisch weer zo. Dat is een beetje onhandig dat ik... Ja, ik had ze maar ook het hele bouwen op screen kunnen doen, maar dat lijkt het helemaal nergens op. Zie je hier al een hele blije Piet in? Ik wel. Met heel veel fantasie. Even kijken. Moet hier een zwart of een wit blokje? Daar moet zeer zeker een wit blokje. Toch? Ja, dat gaat goed. Of toch niet? Ik twijfel nu een beetje aan mezelf. Hier moeten twee zwarte blokjes. Oké, dus dan moet hier een wit blokje. Gaat helemaal goed. Ik heb nog steeds het overzicht van mijn zwarte Piet. Oké, hier komt dus de ring, wordt aan zijn gezicht vastgemaakt. Hartstikke mooi. Dit steekt er helemaal overheen, dus dat gaat dan zo. Hij heeft een beetje een raar gevormd gezicht nu, maar dat maakt niet uit, zwarte Piet. Komt helemaal goed. Verder is er nog meer te behalen dan alleen maar die... Die rare kruidnotenfly. Namelijk, bij de Plus geloof ik, verkopen ze ook een pepernotendrank. Dus ik zou graag voor een YouTube video zowel de pepernotendrank als de kruidnotenfly drinken. Ik weet niet of ik ze allebei te pakken ga kunnen krijgen. Zal nog best eventjes flink spannend kunnen worden, maar het is maar één manier om erachter te komen. Niet. Even kijken. Ik ben echt bang dat ik het weer aan het verneuken ben. Omdat ja, ik ben dus eigenlijk bijna altijd aan het verneuken. Dit moet rij 7 zijn. Ja, rij 7. Hier komt dan denk ik een deel van het hoedje al uit. Dus dat gaat in principe helemaal goed. Ja, dit gaat goed. Oké, dan. Laten we gewoon even dat hele hoedje bouwen. Het begint ondertussen alweer nacht te worden in Minecraft. Ik ben zo langzaam bezig. De kleuren van het hoedje zijn groen en geel. Nou, bedenk ik me opeens. We kunnen ook gewoon rebels zijn. En gewoon groen en geel. In plaats van groen gebruik ik gewoon paars. Dan hebben we een Serpent Gameplay, Zwarte Piet. Dat is natuurlijk wel bonuspunten. Dus laten we dat doen. Gewoon even eens goed nadenken. Dat alles wat groen is in het plaatje, maken we paars. Dan kan het niet echt fout gaan. Zou je zeggen. Oké, dan moeten hier twee van deze dingetjes, ja. Dit wordt een hele mooie pietenmuts, hoor. Geloof mij maar. Moet hier ook weer twee zo, ja. Ik erger me wel een beetje aan het time set day. Dankjewel. Ik ga dus proberen dit weekend de kruidnoten shit en de pepernoten shit bij elkaar te rapen. Maar ik kan dus nog eventjes niks beloven. Oké, dan. Dit ziet er goed uit. Hier moet weer een vakje zo, ja. Oké, dan. Ik kan beter gewoon even per rij kijken nu. 10, dan heb je hier zo 1, 2, 3, 4. Ja. 11 heeft daar een blokje. Dan 2 van deze. 2 van die. Ik heb er geen idee hoe dit nu ook... Begint dit ergens op te lijken? De ja of de nee? De rijder op bouwt eigenlijk daarop verder, maar doet dan dit. Ik hoop zo dat dit gaat werken, jongens. Ik hoop zo dat dit zo meteen een daadwerkelijk werkend hoedje wordt. Rij 13, die zit daarboven. Die doet eigenlijk dit. Die daarop. Dan 2 zo. En dan 1, 2, 3. Oké, dan. Rij 14 heeft geel vanaf 5. Eigenlijk gewoon weer eentje hiernaast. En dan geel gaan bouwen. Ja. 2, 3. Ja. En dan echt bijna helemaal naar de overkant met paars. Dat ik echt aas wil zeggen, ga gewoon naar de overkant met paars. Je bent er bijna. Ik kan even tellen hoeveel er zijn. Laten we dat even doen, dan verpest ik het sowieso niet. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan een gele. En dan weer een paarse. Ik kan meteen daaronder ook twee paars hebben. Als het goed is, is dit dus de Zwarte Pieter pet. En hieronder komt zometeen de rest van het Zwarte Pieter gezicht. Het is best moeilijk om commentaar te geven en tegelijkertijd proberen iets na te bouwen. Vooral als het niet echt je ding is om dat soort dingen te kunnen. Het is erg jammer. Doe je niks aan, zeggen ze ook wel eens. Oké, dat moet zo. Dan komt hier weer een gele. Ja. Dan komen er weer twee van deze. Komt er weer een gele. Twee van deze. Ik denk dat we een soort streeppatroon op de hoed aan het aanbrengen zijn. We hebben nu... Oh ja. Dan eentje. En dan twee gele. Yes. Daarbovenop. Twee gele. Gele. Eigenlijk al deze gele dingen die gaan nu eigenlijk gewoon door. Als streepjes. Ja. Dat kun je wel redelijk zeggen, ja. Dus die kun je zelfs 3 hoog maken allemaal. Dus
Ze worden allemaal, deze worden allemaal 3 hoog. Deze wordt dan nu al afgekapt. Deze gaan allemaal nog eentje hoger in doen dan dit. Dit is eigenlijk de bovenkant al van de piet. Dus we zijn er daadwerkelijk bijna. Which is very nice. Daar komt nog dit. Zo. Ja. Dan zou je dit wel helemaal vol moeten bouwen. Dit is eigenlijk de bovenste rij. Die is nu af. Ik hoop echt dat onze Serpent Gameplay Piet heel mooi zal worden, maar... ik kan echt totaal niks beloven momenteel. Deze vakjes moet je ook vullen. Oké, we hebben de muts af. Hij is mysterieus. Het ziet er nu gewoon uit als echt een clown Piet. Alsof dit zijn kapsel is. We hebben een nieuwe Piet. Oh, ziet hij eruit? Ja, waar ik vooral gewoon het haar veranderd naar paars en geel. Ja, waarom? Ja, een of andere gast genaamd Serpent Gameplay. Die zei dat het een ding was en we geloofden hem dat we sukkels zijn. Yes. Oké, deze rij kun je gewoon helemaal vullen met zwart. Het enige wat we eigenlijk nog moeten doen is nu de ogen maken namelijk. Dat mondje is ook al helemaal af. Dus mondjesmatig komen we bij de oplossing van deze puzzel. Oké, we hebben hier dus dit. Ik neem aan dat... ja, hierboven komt gewoon een hele rij met deze shit. Nu moeten we dus de ogen er eigenlijk alleen nog inzetten. Ik kan gewoon even kijken. Vanaf rij 11 begint een oog. Zo te zien, toch? 11, ja. Vanaf 11 begint een oog. Dus dan ga je hier even omhoog. Zo bouw je het oog. 2 stukjes wit zo. Je bouwt eigenlijk gewoon een soort... dit. Een soort raar Tetris blokje. En dan bouw je ernaast bouw je er eigenlijk nog één. Dat is het andere oog. Het ziet er niet echt overtuigend uit als een oog momenteel. Maar als je er zwart in stopt, dan... lijkt het al iets meer op een oog. Hoop ik. Voor de rest kunnen we eigenlijk alles gewoon vullen met zwart. Even opletten dat we wel nog de vorm van een hoofd behouden. Je moet even kijken hoe we dat gaan doen. Zaten we hier nou onder? Nee, daar zitten we nog niet onder, toch? Ja, dit is eigenlijk het breedste deel dat een hoofd wordt. Hier kaapt hij in. Het gaat eigenlijk gewoon recht naar boven. Dan klikt hij... oei. Gaat nu iets scheef. Dan gaat ergens iets scheef. Hier horen geen blokjes op te zitten op deze rij. Daar gaat het even mis. Dit blokje hoort niet te bestaan. Oké. Dan hebben we dit. Oh, hij moet eentje naar rechts. Oké, ja, dan gaat het goed. Oké. Zie je, zelfs met zo'n heel systeem om het niet te verpesten, is het echt heel makkelijk om het alsnog te verpesten. Oké. Prop al die shit erin. Dames en heren, ik presenteer met gepaste trots. Hij is er best goed gelukt. Uiteindelijk, als ik zo naar het eindresultaat kijk, denk ik ja. Ja. Je mogen we trots op zijn. Mogen we trots zijn op Zwarte Piet in het algemeen? I don't know. Alle landen moeten niet zeiken op Nederland. Zijn gewoon jaloers dat wij een extra feestdag hebben in december. We hebben echt veel feestdagen. De rest van de wereld zijn ze nu helemaal aan het hypen. Kerst komt eraan. Oh, wij hebben 11 november. En Sinterklaas. Vecht ons. Vecht ons. Nee, maar echt. Nederland, opperlandje. Ben ik wel benieuwd hoe Sinterklaas anders wordt gevierd in België. Waarschijnlijk zal het wel grotendeels hetzelfde zijn. Ik weet nog wel dat ik heb ooit met Duits geleerd dat in Duitsland dus Sinterklaas heel anders gevierd werd. In ieder geval vroeger. Vroeger in Duitsland lag heel erg de nadruk op het meegaan in de zak. Dat was gewoon heel erg een ding. Dat kinderen werden bang gemaakt. Dus Sinterklaas had geen zwarte pieten bij zich, maar meer een soort demoonachtige wezens. Krampus gewoon eigenlijk. De duivel. En het ding was dus heel erg of je ziel meegenomen zou worden naar de hel. Als je een stout kindje was. Zijn we vandaag de dag, de meeste kinderen worden helemaal niet opgevoed met... oh, je moet wel even je kamer opruimen, anders ga je naar de hel. En ook niet, anders krijg je geen cadeautjes. Toen ik klein was, heb ik me in ieder geval nooit zorgen gemaakt over of ik wel of niet cadeautjes zou krijgen van de Sint. Dus dat is een ding. Oké, we hebben hier in ieder geval de bot. Nou is de vraag, willen we er een kruidnotenkanon in stoppen? We kunnen een kruidnotenkanon maken van zijn mond. Dat hij gewoon kruidnoten aan het kotsen is. Dat kunnen we doen. We kunnen ook kruidnoten laserogen geven. We kunnen hem ook gewoon laserogen geven. Door dispensers met fireballs in zijn ogen te stoppen. Dan moet je wel even de andere kant op doen. Hier kun je nog een heel systeem onderbouwen. Wordt een beetje moeilijk, maar daar houden we wel van. Dus ik stel voor om pepernoten dispensers te doen. Dan is de vraag, wat zijn pepernoten? Je hebt dat cacao, toch? Dat lijkt heel erg op pepernoten. Ja, dit lijkt gewoon prima op pepernoten. Cacao beans. Als ik daar eventjes een paar van in zijn bekkie weet te zetten. Waarschijnlijk wordt het wel minder goed uitzien in Zwarte Piet als we dit doen. Ja, wel een beetje. Zwarte Piet heeft officieel een beugel, denk ik nu. Dat is geen probleem. Niks mis met een beugel. Nou, we willen dus even ervan uitgaan dat daar dus pepernoten in gaan. Dus laten we even een paar stekjes van het cacao pakken. Wacht eventjes hoor. Kookhouden. Oké, wacht even hoor. Had ik al wacht even hoor gezegd? Ik had dus een super coole truc geleerd in een van de vorige afleveringen. Dat als je een dispenser vult met shit. En dan op een bepaalde manier, zoals het control middle mouse button of zo.
Dan kopieer je de dispenser met de dingen erin. Doe ik het nu goed? Yes. Oké, dat is nice. Laten we deze nog even in nog voller stoppen. Gewoon helemaal vol met pepernoten. Nice. Nog een keer kapot slaan. Kijk, nu met een dispenser vol met pepernoten. Dan kopiëren we die. Dan hoef ik nooit meer die pepernoten bij te vullen. We kunnen ook gewoon een eenmalige push doen. Krijg ik een cadeautje van Piet. Bleh. Maar ik zou het leuk vinden als er een soort kanon opkomt. Van drrr, dat hij in één keer een soort pepernoten blaze. Niet zo'n kotsysteem dat recycelt om de minuut zo één blokje eruit gooit. Zoals dat met die kerstmuts. Ja, ik kan even laten zien. Hier. Hier heb ik al een soort recyclebare oneindige gooimachine gemaakt. Die gooit eens in de paar seconden kots hij één blokje uit. Hieronder zitten dan allemaal dispensers en die lanceren het weer naar achter. We kunnen ook gewoon een systeem maken waar deze Piet gewoon echt volledig doordraait. En gewoon blijft kotsen tot al die pepernoten in die dispenser op zijn. Gewoon omdat het fucking vet is, daarom. Dus dat leek me een nog beter idee eigenlijk. Die even kopiëren nu. Doe ik dat nu? Doe ik dat nu? Ja, dat is een helemaal volle dispenser. Oké, dan kunnen we deze even mollen. Laat ik hier gewoon eventjes ervoor een volle dispenser zetten. Voor de restore, weet je. Dan zet ik hem hier in de hoek. Als je ooit nog, zeg maar... Deze machine, als je hem wil herladen... Moet je gewoon even alleen hier control middle mouse button doen. En dan gewoon eventjes 5 dispensers vervangen. Dan kan hij gewoon nog een keer. Dan hoef ik niet een heel systeem te maken dat het recycelt. Kun je ook maken, maar... Het recyclen duurt uren. Maar dat gaan we automatisch. Is wel bonuspunten waard. Oké, dan. De vraag is nu vooral, hoe creëren we een vuursysteem? Dat is even de grote big question. Dat we erachter even een beetje gaan bouwen met redstone dan. Ja, ze moeten sowieso geactiveerd worden. Dat is wel handig. Dus toch. Ik denk dat we gewoon een repeater ervoor zetten. Dan werkt het wel weer. We moeten eigenlijk vooral een signaal maken dat heel veel redstone... Heel veel redstone pulsen gooit. Even kijken hoe we dat gaan doen. Dacht je, oh Rick, weet je ook hoe je dat gaat maken? Ja, natuurlijk weet ik dat niet, joh. Laten we niet te overdreven doen. Als ik dit nu doe, lanceert hij dan cacao? Dat is even de main question. Als we dat hebben, dan zijn we al redelijk ver. Krijgen we dan een eenmalige cacao lancering. Ik hoorde wel ploem. Kijk eens aan, een heleboel pepernoten. Ik had ze al kunnen renamen naar pepernoten, bedenk ik me opeens. Dat is even wat extra moeite, maar je kan voor mij met een anvil. En dan een name tag. Je moet die kleine Minecraft trucjes niet vergeten. Zeer zeker niet. Dus anvil. Je kan ieder item van mij in de anvil gewoon renamen tot... Kruidnoot is het eigenlijk, hè. We halen graag het woord pepernoot en kruidnoot door elkaar. Kruidnoot. Ja, het zijn er meerdere. Kruidnoten. Maar mag dat niet? Why not? Is er een reden? Wat doe ik iets verkeerd? Wat ik eerst de name tag kruidnoten moeten noemen? Hoe werkt dit? Moet de name tag eerst? Is dat het? Dan kan ik er ook nog meteen een stack cacaobonen bij doen. Oké, misschien moet ik eerst de name tag maken. En dan de name tag met de... Verdomme. Oké, ik weet niet hoe dit spelletje werkt. Kun je ook gewoon alleen het item renemen? Door gewoon nu te zeggen kruidnoten? Is dat het? Ah. Zo moet dat dus. Oké. Nou, dan meteen eventjes die kruidnoten shit fixen dan. Meer stacks kruidnoten nodig. Hoe doen we dat? Dus even al heleboel troep die ik heb dumpen. Zet een dispensertje neer. Hier zo. Doe mijn kruidnoten in. De rest mag er even... Ik ga even schouwen mezelf uit de wereld gooien. Ik heb te veel troep bij me momenteel. Gewoon even ervoor zorgen dat die dingen kruidnoten eten is al een bitch. Maar het is het belangrijkste deel van de bitchheid. We komen hieruit. Helemaal prima. Dicht bij Pietje in ieder geval. Top. Oké. Zit er nu alleen maar kruidnoten in als het goed is? Toch? Nou, er zit meer dan kruidnoten in. Oké, dit wordt een langzaam proces. Kopiëren. Sla hem stuk. Kijk, die kruidnoten weer terug. Stop er een tweede stack kruidnoten in. Kopiëren. Sla hem weer terug. 2 stuks kruidnoten. Plaats ding. Boom, je hebt nu 4 stacks kruidnoten. Oh shit, wel een goede erin blijven doen. Yes. Oké, dan. Wat je nu doet. Je kopieert hem. Sla hem weer stuk. Heleboel kruidnoten. Plaats hem weer. Pats, pats, pats. Oh shit, stop die er ook in. En hij zit nu bijna vol met kruidnoten. We kunnen hem ook zo doen, maar het is een beetje go hard or go home. Dus nog een keertje dan. Stek je kruidnoten erin. Nice. Oké, dan kunnen we die kopiëren. Zet er dan aan de andere kant ook nog even eentje neer. Voor als je ooit kruidnoten nodig hebt, hier zijn ze te vinden. Oké dan. En de rest van het mondje. Mijn hele inventory zit momenteel voor mij vol met kruidnoten. Prima. Dat moet ik wel even opruimen. Het enige wat we nu hoeven te doen is een signaal dat de hele tijd die redstone kut. Je wilt het eigenlijk zo snel mogelijk hebben. Ik wil het liefst gewoon een salvo van kruidnoten. Dus het liefst heb ik een heel kort redstone signaal. Maar
Meestal als je een knop indrukt of zo, dan wordt het een reeks lang redstone signaal. Dus we moeten even kijken hoe we dat zo kort mogelijk gaan maken. Ik kan sowieso, als het langzaam moet, is het geen probleem. Dan wordt het gewoon dit ongeveer. Oh shit. Dat was de bedoeling. Dat was helemaal de bedoeling. Geen zorgen. Heb geen angsten. Weet je wat van dit? Kijk, dan kun je gewoon dit doen. Misschien iets korter zelfs. Dit zou prima moeten zijn. Dit werkt. Als je nu gewoon hier een knop aankoppelt. Wat we kunnen doen. Dan heb je gewoon een werkend ding dat echt nog een week lang pepernoten blijft. Nou, zal meevallen. Nou, zeker een uur, denk ik. Dat is allemaal tegelijk. Stel, hij gaat één keer per seconde. Je hebt... Nee, oké, je hebt niet helemaal. Hij doet het een paar minuten. Hangt er vanaf hoe snel dit ding af kan gaan, natuurlijk. Je kan dit gewoon zo doen. Kun je er een knop op zetten. Nou, bijvoorbeeld hier, hè. Laat hem er even doorheen routen. Onder Zwarte Piet door of zo. Kan ook. Onder Zwarte Piet door, dwars door hem heen. Allemaal hetzelfde idee, joh. Zoiets. En dan gaat hij er mooi onderdoor. En dan dat je hier iets van een... Nou, je kan hem eentje dieper doen, bijvoorbeeld zelfs. Doe je hier een soort... Nou, ik wou een pressure plate doen, maar ik denk dat misschien een beetje onhandig is. Laten we hier een... heel subtiele button gewoon neerzetten. Voor mij geven de stone buttons een korter signaal. Dat is handig in dit geval. Druk je hem in. Dit werkt. Zijn we hier trots op? Nee. Dit kan iedereen, maar het werkt. Ik ben al redelijk blij dat het werkt. Laat het ophouden. Al die lekkere kruidnootjes. Er is dus vast een manier om dit in turbo mode te laten gaan. Ah, ik heb al een idee. Laten we dit even stilleggen. Ik moet even kijken of ik er nog een uitknop op kan zetten. Dat kun je vast doen. Wat misschien makkelijker is, is... een systeem hebben dat al in turbo mode gaat. Want zeg maar, je wil eigenlijk deze cirkel zo kort mogelijk hebben. Zeg maar, je kan hem ook... de meeste mensen snappen wat ik bedoel. Je wil deze cirkel zo kort mogelijk hebben. Hoe korter die cirkel is, hoe vaker ze afgaan, ja? Dus in de ultieme situatie krijg je tik. Zal hij niet echt lekker te bouwen. Dus wat als we het klokje eerst bouwen. En pas ervoor zorgen als je op de knop drukt. Of op een hendel. Misschien is een hendel makkelijker. Dan, ja, dat kunnen we veel beter doen. Dan kun je hem ook meteen uitzetten. We kunnen gewoon zo'n heel snel systeempje bouwen met een repeater. Bijvoorbeeld, nou. Ik denk dat misschien 3. Dat misschien het minimale hoeveelheid. Je moet gewoon heel snel een torch neerzetten en verwijderen. Dat is eigenlijk hoe je het snelste zo'n... Komt ie, hè. Dit werkt. Het gaat een stuk sneller in ieder geval. Dan kunnen we dit signaal dus omhoog leiden. Maar je wil eigenlijk een manier verzinnen waardoor dit signaal... Voor mij kan het... Oh ja, voor mij is het ding dat het kan door een blok heen als het zo staat, toch? Nee, shit. Was het niet... Oh, wacht, ja. Voor mij is het een ding. Als je het maar zo laat en dat het dan door een blok heen gaat, dan kan het voor mij aan de andere kant verder, toch? Yes. Maar als dat blok er niet is, dan niet. Dus... Snap je hem? We kunnen het blok omhoog laten komen met een lever. En dan kunnen we op die manier dus het snelle systeem aan of uitzetten. Ik weet dat de manieren waarop ik dit soort machines bouw zeker niet de makkelijkste manieren zijn. Ik weet heel weinig van redstone. Maar met de kleine hoeveelheid dingen die ik weet van redstone, die kennis gebruik ik. En dan kom je dit soort rare dingen uit. Dus je bouwt hem zo. Deze erop. Even voor de kleur, gewoon voor de duidelijkheid. Het enige wat we nu hoeven te doen is ervoor te zorgen dat de redstone daar deze machine omhoog laat gaan. Dat kunnen wij bouwen, dat is geen probleem. We kunnen gewoon nu deze hele kant oplopen. Maak alles zo meteen weer dicht. Ziet het er netjes uit. Ik had beter dit hele systeem ook ondergronds kunnen zetten. Bedenk ik me nu opeens. Kunnen we nog steeds doen. Dan kan ik er niet per ongeluk overheen bouwen en slopen en dat soort dingen. Het ziet er ook een stuk minder lelijk uit. Dus dit stukje kan ook via de zijkant. Prima, doe dat eventjes. Gaan. Als we toch al bezig zijn met Lux doen. Graaf dan meteen dat hele systeem onder de grond. Hè? Beetje netjes afwerken. Kan er wel vanaf. Oké, dan. Prima. Doen we het even zo. Video wordt lekker lang zo. Geen probleem. Dank u wel. Oké, dus... We kunnen ook kijken of het met 2 lukt, hoor. Ik weet niet of me dit gaat lukken, maar als het lukt, heb je zeer zeker hoge snelheden. Je kan ook eentje met heel veel doen en dan de timer gewoon veranderen. Als het dus te snel gaat, dan krijg je dit effect. Oh, dit kan. Prima. Oké. Nou, we moeten het zo meteen natuurlijk die kant op, dus dan doen we iets van, nou, dit. En dan... hier een blok. Dan moet het daar verder. Dan kunnen we het beste denk ik misschien gewoon een piston hier neerzetten. Als dat, ja, dan kunnen we dat blok gewoon zo doen. Dan gaat het niet verder. En als je deze redstone activeert. Dan gaat die piston uit. Dan loopt het signaal wel verder.
kunnen we het alsnog daaraan vastnaaien. Alsnog krijg je wel de lelijkheid dat, ja, het steekt dus nog de grond uit. Het hele achterste systeem moet natuurlijk wel boven de grond zitten. Dus op een gegeven moment kom je toch een keer kikkeleboe. Nice, dan kunnen we dit als het goed is helemaal dicht naaien nu. Dit werkt. Als het goed is, werkt dit. Als ik mijn Minecraft skills een beetje mag vertrouwen, hoef ik niet eens te testen of dit werkt. En werkt het gewoon meteen. Je moet soms een beetje vertrouwen hebben in jezelf. Dan moet ik alleen niet zo dicht gaan bouwen dat dat stukje dat hier uitloopt. En als je hier een blokje neerzet, dan... Ja, dan stopt hij daar. Dat wil je niet. Dus dat ene blokje moet even open blijven. Zo. Dit zou moeten werken. Nou, we willen natuurlijk een lever aan de voorkant. Dat is een veel fijner systeem. Ik zat te twijfelen de video gewoon te beëindigen. Net. Ik denk, nou, ik heb Zwarte Piet gebouwd. Het is af. Nee, laten we meteen het systeem even zo fijn mogelijk maken. Hij zit nog een soort van in het midden. Een beetje gelukkig is niet dat werkt in het midden. Go! Kut, dat werkt niet. Scheid. Waar ging het mis? Dit werkt, toch? Kut. Verdomme! Oh. Dit signaal is gewoon... Oh. Ik zie je probleem al. Het lag gewoon niet aan mijn redstone skills. Het lag gewoon aan kleine domme foutjes. Kijk. Gaat super snel. Nice. Hij doet het. Onze Zwarte Piet pepernoot als pepernoot destroy machine. Nice, ik ben tevreden. Ik ga daar even een goldblok neerzetten ofzo. Dus ja, voor de rest. Ik ben geen racist. Please doe een duimpje omhoog. Ja, je kan het dus ook meteen uitzetten hier. Perfect. Echt, ik ben tevreden met de Zwarte Piet pepernotenmachine. We mogen trots zijn op onszelf. Yeah. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van een nieuwe Ik Doe Maar Wat Craft. Dan waarschijnlijk met een cash special. En dat is denk ik de 50ste aflevering van deze serie. Wat inhoudt dat ik de download weer vrij ga geven. Ik speel wel nog steeds in 1.8 deze shit. Dus ja. Ik weet niet of het stuk gaat als je in hogere versies gaat. Vaak als je van hogere naar lagere gaat, gaat het sowieso stuk. Dus je moet even kijken of alles wil werken. Je kan het sowieso in 1.8 spelen. Doe het prima. Dan gaan we even kijken voor deze aflevering. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering.